Ze willen gewoon niet betalen. En dan word je geïntimideerd. Je moet als het ware met hun in discussie, wat ik eigenlijk helemaal niet wil. En dat geeft gewoon een heel onveilig gevoel. Nou, het gaat hoofdzakelijk om het zwartrijden en niet dragen van mondkapjes. Enorme scheldpartijen die plaatsvinden en er zijn vechtpartijen geweest. Dit kan zo niet doorgaan. Ik kreeg vorige week het verhaal van iemand te horen. Die was net 5 minuten met de dienst begonnen. En er stond al een groepje van 5 mensen te schelden en te tieren omdat ze niet wilden betalen. Dus om dat soort bedreigingen gaat het. De meeste mensen, en dat heb ik zelf ook, als we 's morgens op het dienstblad kijken en lijn 73 of 72 staat erop. Dan heb je eigenlijk al gelijk weer, oeps, ja. Nou ja, gaat het vandaag goed, gaat het niet goed? Je weet niet wat er gaat gebeuren. En als je op het moment, als het de moment daar is, je komt bij de halte, dan ben je blij als er niemand staat. En dat gevoel, dat mag nooit overheersen. We willen passagiers gaan vervoeren. En dat geouwe hoeren willen we gewoon niet.